Goedemorgen allemaal op deze maandag. Maandagmorgen, het is al maandagmiddag. Het is zo lekker weer, ik heb een zonnejas buiten. Ik word hier zo gelukkig van. Nu de hond lekker aan het gaan zwemmen. Ik heb vanochtend al lekker in huis gedaan wat ik moest doen. Rustig op gang gekomen na een very brak weekend waar we alleen maar bank gaan hebben. Boodschappen eraan gegeten en leuke dingen gedaan. En nu lekker even die hond laten genieten van het zwemmen. Zo! Kinderen aan de overkant. Ik denk dat ze met school er zijn. Lekker aan het spelen. Hij is ook zo blij als een klein kind. Kom je brood brengen. Kom! Goed zo. Schudden. Goed zo. Pak hem. Pak hem. Nou, ga pakken. Pak hem. Ik word hier toch altijd zo blij van, hè. Mooi weer. Hond, heb het naar zijn zin. Hey jongens, een ander heeft maar zin met het kind buiten. Dit is mijn kind. Waar is je bal? Waar is je bal? Mooie kop. Een keer. Nog een keer. Je ziet het, hij kan op voor zijn C-diploma. Duiken kan die al. Oh, lekker, ik sta in de winter en schud ze zo. Waar laat je nou je bal? Maar ja jongens, ik ga weer rustig aan de huis lopen. En dan ga ik lekker de kussens stoel leggen. En dan ga ik denk ik eens even bezig met de vijver. Want het is natuurlijk al een paar dagen een beetje mooi weer geweest. Het pompje staat stil. Willem dat vanavond wil schoonmaken en weer aan wil zetten. En dan ga ik een beetje beginnen met de eerste handen eruit halen. Eens kijken of het zuurstofplant er ook op kan brengen. Het groeit van school. We hebben niet echt een strenge winter gehad. Dus het is eigenlijk van de winter niet gestopt met groeien. Dus dan moeten we even voor aan de school. Dus ik zie jullie zo meteen. Ja, dat is het.
Het is gewoon echt zalig buiten. Even op mijn laptop gezeten. Beste deals van vandaag. Casey Neistat gaat weer vloggen. Yes! Het is weliswaar onze nieuwe company, Mr. Company. Hij zegt dat het zijn eigen bedrijf is, maar dat is het natuurlijk niet. Hij heeft zich geschreven, zijn Beam verkocht aan CNN. En dan gaat hij met CNN het nieuws opstarten. Maar wat kan die man toch waanzinnig vloggen? Kijk, en het is natuurlijk wel makkelijk als je zoveel geld hebt. Je kan allemaal leuke dingen doen. Dan kan je ook natuurlijk waanzinnige beelden maken. En hij woont in een geweldige stad. Hij woont hoog, dus hij kan waanzinnige timelapses maken van de lucht. Dat kan ik allemaal niet. Maar, oh, geweldig. 'S middags lekker weer Casey kijken. Yes, 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 yes. Terwijl heel veel Nederlandse vloggers stoppen met dagelijks vloggen. Gaat Casey het gewoon weer doen? Best news of the day! Los, los! Nu! Zo, Willem is net thuis. Ik zat lekker te editen in de tuin. Dus even een lekker bakje koffie doen. Ik heb geen zin om in de tuin te zitten. Hoe ongezellig. Maar ik ben niet even gewoon gezellig buiten zitten. Ik heb de hele dag al. Ik heb vanmorgen 2 uur buiten gezeten, omdat ik zat te wachten op een monteur. Oké. Dat is om 9:30 en dan hadden we van meneer en de raampakken. Hier kunnen we nog een slaapje. Dat is zonde van je tijd. Ja. Dus ik ga het in mijn eentje in de tuin een bakje koffie doen, want ik ga echt nu niet binnen zitten. Dat heb ik van het weekend te veel gedaan. Zo brak als dat ik was. En maandag restjesdag, dus we eten afbakbroodjes met kaas. Die gaan nog even terug de oven in, zodat de kaas lekker smelt. Oeh, gevaarlijk! Bon appétit! Hier nog even een afsluiting van de vlog. Wat een heerlijke dag was het vandaag. Wat heb ik genoten van het lekkere weer. Heerlijk die hond laten zwemmen. Lekker in de tuin gezeten. Heel veel geëdit. 5 stukjes schoongemaakt. Vanavond Belgische Mol gekeken. We hebben ons vakje gewoon lekker makkelijk gegeten. Maandag altijd restjesdag. Dus mijn dag kan echt niet meer stuk. Ik ga zo lekker naar mijn mandje. Ik moet alleen de hond er even uitlaten. En het voordeel is, het is morgen gewoon weer zulk weer. Dus ik heb er helemaal zin in. Dus ik ga snel naar buiten met die hond. Snel naar mijn bed. Des te eerder kunnen we morgen weer genieten van de zon. Dus ik zeg, fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet en tot vlogs.